dan spullen. Mooi, hè? Een hoop verzameld door de jaren heen. Heel erg veel. Ja. Daar staat ze. Mijn moeder. Daar is het kleine kindje van. Daar hebben we het voor gedaan. Om 25 jaar vol te maken. Die 25 jaar heeft Circus Royaal dus inderdaad volgemaakt. Met de nodige ups en downs. Het bedrijf ging meerdere keren failliet of bijna failliet. Maar nu weet de familie Teutenberg het hoofd dan echt niet meer boven water te houden. Te veel oudschuld, te veel oudzeer. En weet je wat het is? Op een gegeven moment moet je er ook bij neerleggen. En dan moet gewoon de stekker eruit en dan moet ermee stoppen. Klaar. En dat hebben we nu gedaan en er is geen weg meer terug. Het gevoel is weg. Met het stoppen van Circus Royaal komt er niet alleen een einde aan 25 jaar kerstcircus in Dordrecht, maar ook aan een echte familietraditie. Ja, er zitten spullen bij van mijn opa en oma. Dit gaat terug tot 1896. Er gaat genoeg door je heen op zo'n moment, ja. Nou, dat zijn er maar een paar. Maar daar hebben we er 48 van. Dus als er een carnavalsvereniging is of zo, die ze wil hebben, dan zijn ze van harte welkom. In blauw en het rood. Wat ga je nou doen met al die spullen? Verkopen. Aankomende zondag alles verkopen en dan ja, het is maar net wat de gek ervoor geeft. Kijken wel, we zien wel.